Ruben, tevreden over jouw wedstrijd van vandaag? Nee, eigenlijk totaal niet. Het was ergens had ik het wel verwacht, want het is hier een heel snel rondje elk jaar. En ja, ook dit jaar. En het was die versnellingen, dat kon ik niet aan. En dan ben ik ergens, ik weet niet, buiten een top 20 beland. Dus dat is helemaal mijn plaats niet. Maar ja, het is hier gewoon te vlak, te snel voor mij, denk ik. Het is elk jaar zo. Gezien het feit dat jij vorige week toch winnaar bent in Sherwood Pines, is dit voor jou een teleurstelling? Ja, maar daar was het eigenlijk een totaal ander rondje. Daar reden we rond tegen 10, 15 per uur. En hier reden we rond tegen 25. En het zijn die korte versnellingen dat ik gewoon minder goed in ben dan het zware powerwerk in de modder eigenlijk. Daar ben ik beter in. Jij zit dus te wachten op bijvoorbeeld in de Benelux Cup, om maar wat wedstrijden te noemen, Hoefelies en Eerzee. Ja, meer bergop, zwaardere koersen, meer op klimvermogen. En in de modder, ja. Ik had modder besteld, maar ze is er vandaag niet gekomen. Dus. Oké, we hopen jou nog meer terug tegen te komen en succes. Dank u wel.